Nou, het is weer gebeurd. Kip was echt kwijt. Maar het zijn er nu wel heel veel. Ik geloof iets van 11 of 12. Ik moet tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 of 12. De kip die heeft natuurlijk gewoon 3 weken op een nest gezeten. Maar hier is kuiken voor. Oh, sorry. Kijk, die kleine korreltjes kunnen ze beter eten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4. Nou, laten we stilstaan, jongens. Nou, dat gaat natuurlijk nooit goed komen. Want de katten zullen wel weer liggen te loeren. Maar we zien het wel. Ja. Nice hokje. Nou, toch maar niet. Deze weet precies hoe het zit. Maar die kleine pink van ons, die zat gisteren toch al een smakelijk koolmeisje te verorberen. Dus ja. Kijk, dan blijven er toch een paar achter. Poes. Oh. Zo, poes. Oh. Even bij zijn producten kijken. Die 3 zijn aardig. Maar hoe reageert zij? Ze passen het alle 12 niet eens onder. Maar zo met die eieren uit kunnen broeden, hè. Het is een beetje sneu. Hij is natuurlijk wel oud genoeg om bij zijn moeder weg te gaan. Maar moeder heeft besloten om weer op een ei te gaan zitten. En die wil daar niet weg. Dus het is een beetje treurig. Die wil gewoon bij zijn moeder blijven. Moeders denkt, leuk, maar ik begin in een nieuwe generatie. Er zitten er 2 eieren onder, want de rest hebben we opgegeten. Maar, nou ja, zie ik wel weer.